Oh, oké, okay, flash cannon. Paniek. What up, de pap YouTube? Super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video van deze Pokémon Nuzlocke avontuur. Dat is niet helemaal goed genederlands, maar dat maakt niet uit. Mijn naam is Rickachu. Ja. In de vorige aflevering hebben we helaas een Pokémon verloren, jongens. Maar we zijn ondertussen goed op weg in de Silph Company om iedereen hier een lesje te leren en onze Pokémon flink te trainen. Dat doen we vooral heel veel met Eevee, omdat we heel veel te maken krijgen met Poison-type tegenstanders. En dan doen wij gewoon een Glitzly Glow op hun bakkes en dan verslaan we ze makkelijk. Dus ja, dat is een beetje hoe het gaat. Steenkop, dat is onze Golem, heeft ook wel wat tegenstanders verslagen, omdat sommige scientists met Electric-type Pokémons aankomen. Zeg ik nou Pokémons? Het meervoud van Pokémon is Pokémon, geen Pokémons, Rick. Jonge. Hypno, durf ik nu te wisselen? Is dan de vraag. Naar Troll. Wat, zullen we het gewoon proberen? Ik ben wel echt banger. Ik ben wel echt bang dat Troll nu ook doodgaat. Die Hypno zou zomaar een Dark-type move kunnen hebben die mij gaat slopen. Heeft hij geen Dark-type move? Dan komt het wel goed. Let's go. Shadow Ball. We zijn in ieder geval sneller. Als we een one-shot hebben, sowieso geen probleem. Maar een one-shot op een Hypno gaat niet heel snel gebeuren. Hij doet een Psybeam. Oké, is natuurlijk ook super effectief. Want we zijn ook een Poison-type Pokémon, hè? Maar we overleven dit. Shadow Ball, tweede Shadow Ball op zijn bakkes. Is oké. Yes, nice. Maar het blijft altijd spannend, hè? Omdat je dus ook een Poison-type Pokémon bent. Ik vind dat vaak toch wel een nadeel, hoor. Dat je vaak twee types Pokémon bent. Ik weet niet wat, ja. Ik vind het fijner als een Pokémon gewoon één type is eigenlijk. Maar goed, let's go. We gaan hier zo naartoe. En als het goed is, is hij Archer. En moeten we deze even verslaan. Yo! Daar is Nuzzy. Let's go. Kom maar, kom. We battelen, jongen. Kom battelen dan. Kom battelen. Archer zegt, ik ga deze kinderen even een lesje leren. Nou, I don't think so, vriend. Hier is een duo battle. Tegen een Muk en een Electrode. Let's go. Oh, doe je serieus Cubone? Ik begin met Glitzly Glow op Muk. Muk is level 34. Die is niet zo sterk. Oh, daar gaat hij. Auw, self-destruct. Dat is nooit leuk. Oké. Valt mee. Later, Electrode. Ik heb volgens mij self-destruct een stuk minder sterk dan in de vorige generaties, jongens. Queen groeit ondertussen naar level 34. Wij doen dan een Glitzly Glow op Muk. En zouden we dan gewoon nu in één keer bam zijn Pokémon verslaan als Cubone ook een beetje meewerkt? Let's go, Cubone. Oh, hij doet Toxic. Oké, doe maar. Jij gaat mij poisonen. Duidelijk. Ondertussen een boomerang op de bakkes van Muk. En dat is gewoon gelijk het einde van Muk. Dus dat is lekker. Super effective. Kablam. Heb jij nog meer Pokémon, Archer en mevrouwtje? We moeten wel even goed rekening houden met die poison, jongen. Want dat is wel een probleem. We gaan nu te maken met een Raticate en een Weezing. Ik denk dat ik er slim aan doe om gewoon Bouncy Bubble te gaan gebruiken. Want ik moet wel een beetje healen. Ik Bouncy Bubble... in ieder geval die Raticate. Kijk, ik krijg een Sucker Punch op mijn hoofd. Bouncy Bubble, kom op. Even wat HP terugverdienen, Eevee. Lekker bezig. Hoeveel HP krijgen we terug? Ja, dat is lekker. Dat is prima. Flamethrower krijgen we... Flamethrower? Seriously? Let's go. Lekker door, boemerangetje. Nog een keer. Hit hem nog een keer. Lekker. Die Cubone is sick. Jouw Cubone is goed, man. Ik heb jouw Cubone onderschat, Nuzzy. Jouw Cubone is een baas. Lekker, man. Troll groeit naar level 35. Dat is onze Hunter. En natuurlijk, de poison wordt wel steeds erger op Eevee. Dus ik moet wel echt gaan uitkijken. Daarom blijf ik gewoon Bouncy bubbelen op Weezing. Ik heb die HP gewoon elke keer wel nodig. Ik weet dat Glitzly Glow super effective is. Kijk, hij doet nu Protect. Ja, dit is een goede tactiek. Dit is een goede tactiek van hem. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Ja, het is tijd om te wisselen, man. En dan wissel ik denk ik eventjes naar Queen. Yes, laten we wisselen naar Queen. Queen heeft een hoge defense. Ik heb wel vertrouwen in mijn Queen. Ondanks dat Queen 3 levels lager is dan die Weezing. Dus even kijken. Hij doet nog een keer een flamethrower op Cubone. Cubone overleeft het wel. Dat is top. Headbutt. Critical hit was het zelfs. En dan ga ik even Dirk doen op Weezing. Lekker. Nuzzy gebruikt even een Hyper Potion op Cubone. Die denkt, nee, ik laat mijn Pokémon niet zomaar down gaan, jongen. Dat ga ik niet accepteren. Lekker bezig, Nuzzy. Je bent goed bezig. Flamethrowertje weer. Dit is wel een populaire move van deze Weezing, die flamethrower. Doet niet extreem veel damage op ons Pokémon. En nu komt Queen, denk ik, met Dirk. Bam. Super effective. Maar ja, je ziet toch wel dat die Weezing een aantal leveltjes hoger is, jongens. Kom op, Cubone. Headbutt. Bite is not very effective. Een double kick is niet zo sterk. Dan gaan we maar gewoon door met Dirk. Ik heb niet veel andere opties. Hoppakee. Zijn flamethrower mist. Cubone doet een keertje headbutt. Misschien hebben we hem deze beurt. Als het een beetje mee zit. Maar die Weezing die is wel aardig oké, hoor. Come on, Nidorina.
Ah, nog steeds niet. Hij blijft doorgaan met die flamethrower op Cubone. Ja, nu is Cubone wel down. Ah, oh, Cubone, you did great. En Nuzzy is niet bezig met een Nuzlocke challenge, dus het is niet zo erg. Ja, nu is het wel klaar, man. Ik ga double kick doen. Dan hebben we nog Raichu. Ah, oh, doet hij weer protect. Duurt lang. Een Thunder Punch. Doei, Weezing. Dan ga ik nu Dirk doen, dan ben ik alvast onder de grond. En dan ga ik in de volgende beurt de Pokémon van mijn tegenstander, Golbat, hitten. Eerst een Thunder Punch van Golbat. Ik bedoel, van Raichu. En die is natuurlijk super effectief. Hij doet een Crunch. Oké, die doet best pijn. En oh, omdat hij dus wel flying is. Ah, oh, omdat hij flying is. Waarom? Soms telt het wel en soms telt het niet. Die dubbeltype Pokémon. Dat is echt heel irritant. Ik ga gewoon weer onder de grond. Raichu mag dit fixen, man. Raichu? Succes. Fix even die Golbat voor mij. Thanks, man. Lekker. Doe je nou stoer, jongen? Je moet niet zo stoer doen tegen mij. Hartje zegt zo. Dus het was niet alleen maar geluk dat je me de laatste keer hebt verslagen. Nu begrijp ik het. We moeten voorzichtiger zijn met jullie twee. Doei. Dus die is boos. Die begint wat te schelden. Maar kijk, ze hebben wel iets laten vallen hier zo. De card key. En nu kunnen we dus alle deurtjes openmaken in Silph Company. En dat is super chill. Kunnen we deze pokeballetje oppakken. Max Eater. Ik moet wel even mijn Eevee healen. Moet ik niet vergeten, jongens. Oh, wacht. Ik ben helemaal geheeld dankzij Nuzzy. Hallo. Freaking... Ik snap hem echt niet, jongen. Stel dat je matennaaiers zijn het. Die scientists hier zo. Komt even een vreemde groep hier binnen. Team Rocket. En jullie gaan gewoon allemaal Team Rocket zitten helpen. Echt. Hallo, Mucky. Jij krijgt even een glitslieg loodje op je bakken. Vind je dat goed? Oh, dat vindt hij goed. Maar hij heeft wel 3 nodig om hem te verslaan. Muk doet Thunder Punch. Een Muk met een Thunder Punch. Oké. Oké, prima joh. Helemaal goed. Doei, Muk. 612 XP. Pixie naar level 35. Ja, we zijn onze Pokémon flink aan het trainen hier, jongens. Dat is wel echt lekker. En dit hadden we ook wel echt nodig. Want toen we hier binnenkwamen in Silph Company, moesten we het eerst opnemen tegen Blue. En Blue had een freaking level 40 Charizard. Die hebben we gelukkig overleefd. Oeh, Flash Cannon. Oeh, dat is wel een goede TM. Flash Cannon is wel nice, jongens. Oh, maar ik heb echt alleen maar Pokémon in mijn team die het niet kunnen leren. Let's go. We pakken even deze portal. Kijken waar we uitkomen. Down the hallway. Oh, heb ik jou al gebattled? Nee, nog niet? Oké. Team Rocket Gruntje. Captain Hunter. My Hunter is better than yours, I can teach you. But I have to charge. Oké, na een Sucker Punch. Geef ik deze Hunter even een baddie bad bovenop zijn bakkes. Ja, en dan zie je toch wel dat Hunter's special defense misschien toch niet zo heel erg hoog is. Of mijn Eevee is gewoon super sterk, of een combinatie van allebei. Ik denk dat laatste. Pokeball, oppakken. Maxler, scientistje battelen. Hallo. Jongens, wat hebben jullie veel poison type Pokémon? Heel Silph Company is vergiftig, man. Met al deze Pokémon hier. Ik denk dat het klimaat hier niet oké is, man. Ik denk dat de lucht hier zo in Silph Company gewoon vervuild is door al deze Poison-type Pokémon. Grimes en Mux stinken ook heel erg. Dat weet iedereen. Ik weet niet, man. Ik denk niet dat ik hier graag zou werken, man. Helemaal niet met die overlopers hier, joh. Kom op. Wat is je tweede Pokémon? Een Magmar. Gaan we het erop wagen? Ga ik Beach Boy gebruiken? Ga ik het gewoon proberen? Spannend, jongens. Het is een spannend moment. Dit wordt een test. Een test of Beach Boy ready is voor het echte werk. Ik ga wel even kijken naar het level van Magmar. Als die echt heel veel hoger is. Oké, is 4 levels hoger. Bubble Beam. Hij doet flamethrower. Die moet ik kunnen hebben, denk ik wel. Ja, kijk. Not very effective. Die kan ik hebben. Dat is prima. Hoeveel damage doet mijn Bubble Beam op jou? Het is ook super effective. Ja. Weet je, ik ga gewoon terug switchen naar Eevee voor de zekerheid. Als die nu opeens met een of andere gekke move komt waarin hij mijn Beach Boy verslaat, vind ik dat jammer. Nu heeft Beach Boy sowieso de XP die hij nodig heeft. De XP die hij krijgt als hij meedoet aan de battle. Ik had deze flamethrower waarschijnlijk nog wel overleefd. Maar ik speel het eventjes op safe, want ik ben nog steeds geschokt van mijn verlies van Pidgeotto. Ik vind het nog steeds heel erg jammer dat we die kwijt zijn. Ik wil niet nog een keer hetzelfde meemaken. En bovendien kan ik gewoon eventjes Eevee's HP refreshen door gewoon Bouncy Bubble te doen. Hoppa. Later, Magmar. 605 XP. Beach Boy groeit naar level 32 met die XP. Dat is nice. Oké, let's go. Hier zit nog even iemand aan tafel. Wat ben je aan het doen? Kan die met jou battelen? Oké, dan niet. Deurtje open. Portal pakken. Oké, komen we in deze gang terecht. Mag ik gewoon langs jou? Oké, chill. Hier is in ieder geval Nurse Joy. En hier kunnen we... Gelukkig, er zijn toch nog gewoon positieve mensen hier. Mensen die je willen helpen. Niet iedereen is hier gelijk overgelopen naar Team Rocket. Gelukkig zeg. We vinden een revive waar we natuurlijk niks aan hebben in een Nuzlocke challenge. Want ik mag mijn Pokémon niet reviven. Maar ik wil wel even battelen met deze guy. Want volgens mij draait die precies op het moment omdat ik langs hem kon lopen. Hallo, Team Rocket Gruntje. Het stinkt hier naar uitlaatgassen van Koffing.
en Weezing. En naar slijm van Grimer en Muk. En naar slechte adem van Zubat en Golbat. Geef mij wat anders. Geef mij een andere tegenstander. Hunter, ook goed. Hoppakee, buddy, op je hoofd. Buddy. En het einde van Hunter. Ja, ik weet het niet zo goed met mijn Hunter, hoor. Ik weet niet of die het tot het einde gaat trekken. Ik denk wel dat het goed gaat komen met Steenkop. Met Eevee. Ninetales, daar heb ik ook wel veel vertrouwen in. En op zich Queen ook wel. Kingler en Hunter zijn wel een beetje twijfelgevalletjes, hoor. Alright, let's go. Door naar het volgende stukje. Hier staat een mevrouwtje. Jij wil vast ook nog wel battelen. So many battles around here. Kijk, zij heeft een kat bij. Zij heeft Persian. En laten we starten met Buzzy. Dan zijn we nu gewoon sneller. Nee, niet, want ze doen nog een keer feint. Hoppa, later Persian. Wel fijn dat we nu al die deurtjes kunnen openmaken. Ik hoop nog wel een Rare Candy of zo te vinden hier zo. Dit was volgens mij die kamer met 3 items. Ja, dit was de kamer met 3 items. Daar zijn we al geweest. Gaan we even naar boven. Kijken wat hier allemaal is. Hier is nog een scientistie. Die gaan we ook even verslaan. Echt, we moeten al die scientists hier een lesje leren. Ook als een Stink Grimer. Wel level 35. Ja, sommige scientists hebben opeens wel higher level Pokémon. Hoppakee. Maar ja, maakt voor Eevee helemaal niks uit, hè? Maakt voor Eevee helemaal niks uit. Eevee is al bijna level 39. En dat houdt in dat hij ook bijna level 40 is. Ik vind het wel gek, man. We trainen onze Pokémon keihard. En een Mucky erbij. Oh, Poison Jab. Die move heb ik nog niet gezien hier zo. Die deed ook best wel veel pijn, eigenlijk. Dat is Oké. Je wil het zo spelen. Helemaal goed. Dat doet in dat jouw einde nu nabij is, Muk. Als je het zo wil spelen, dan zeg ik zoals altijd... Later... Een van de twee, kiezen jullie maar. Eevee groeit naar level 39. En de volgende scientist is verslagen. Lekker voor je. Eevee heeft wel behoorlijk wat damage gepakt. Dus ik ga wel eventjes een super potion gebruiken. Is die in ieder geval weer vol. Ready voor de volgende battle. Met de volgende freaking overgelopen scientist. Echt, en dan willen jullie hier straks weer allemaal blijven werken. Hè? Dan heb ik jullie straks allemaal verslagen. En dan is het... Oh nee, sorry, ik stond onder druk van Team Rocket. Ik moest het doen van Team Rocket. Daar kom je dan straks mee. Wedden dat het zo gaat, freaking scientists. Dan is het te laat, jongen. Kan je een lightscreen doen, dat maakt helemaal niks uit. Hopelijk heb je nog 2 electric type Pokémon. Oh, oké. Die lightscreen, dat maakt dus wel uit. Dat zorgt ervoor dat ik een beurtje extra nodig heb. Maar hopelijk heb jij dus nog 2 electric type Pokémon. Want dan kan ik even mijn steenkop Golem in gaan zetten. En even extra trainen. Kijk, hoppakee, nog een Voltorb. Nice. Let's go, steenkop. Doe maar een lekkere aardbeving op Voltorb's bakkes. Oké, Voltorb is sneller met zijn Sonic Boom. Oké. Come on. Hoppa. One shot. En een Electrode. Ja, die Sonic Boom, dat is op zich wel een redelijk goede move. Die deed mij toch ook nog wel wat damage, ondanks dat het not very effective is. Kijk, Electrode gaat door met Sonic Boom. Doet niet heel veel meer damage dan die Voltorb. Dat valt me wel op trouwens. En we one-shot de Electrode ook gewoon. Welke portal gaan we pakken? Deze portal. Ik portal door heel Silf Company heen. Oh, hallo. Hallo meneer en mevrouw. De man naast me, het is zo'n lafaard. Hij zegt, oh help me. Kijk hoeveel mensen hier zijn. Deze scientist zegt, die verrotte president. Dus ze verdiende loon nadat ik op moest stappen. De scientists die zijn gered door Team Rocket. Is dat het beeld wat hij van Team Rocket heeft? Vriend, you're so wrong. You're so freaking wrong. Oké, Eevee heeft geen super effective move tegen deze Magnemite. Dus gaan we maar gewoon bij die bed. En hij mist zijn Thunderbolt. Doe je Magnemite. Nog een Magnemite. Switchen we weer terug naar Steenkop. Gaan we weer natuurlijk voor Earthquake. Oké, Flash Cannon. Paniek. Steel type attack. Oh my gosh. Dat geloof je toch niet. Dit geloof je niet. Waarom? Serieus? Oh my gosh, nu zijn we Golem kwijt. Oh, dat had ik echt niet verwacht. En dit is echt zo zonde. Dit is echt super, super zonde. Door 1 freaking move. Het is altijd door 1 freaking move is het in 1 keer klaar gewoon. Ik had nooit verwacht dat een freaking Magnemite... Mijn Golem zou one-shotten. Wordt ook gewoon gelijk keihard afgestraft, hè?
één Magnemite kent opeens Flash Cannon en het is in één keer gewoon klaar ook. Nee joh. Oh my goody. Ben je zo erg je Pokémon aan het trainen en dan gebeurt dit weer. Nee! Remove from party. En change markings. Het is geen favorite Pokémon meer. Ik ga eens even sort by level, high to low. Even kijken, welke Pokémon zouden we nog bij kunnen? Ja, de eerstvolgende sterke Pokémon is gewoon Hitmonlee, maar die is maar level 30. Hij is wel een aardig stukje sterker dan Machop. Ja, Hitmonlee, kom er maar bij dan. Ja, ik moet je zelfs nog een nickname geven. Ik noem jou sowieso Bruce van Bruce Lee. Ja, top. Oh my gosh, deze scientist. Echt, opeens. Het is ongelofelijk. Opeens komt er een Flash Cannon. Waarom, jongens? Tweede Pokémon in de tweede aflevering. Achter elkaar. Let's go. We gaan maar gewoon door. Of... Natuurlijk, ik weet ook dat mijn golem niet full HP was. Misschien had hij het wel overleefd als hij wel full HP was. Maar ik zag deze echt weer even niet aankomen. Ik had het wel kunnen weten, want het is wel een move die Magnemites leren. Maar ik had er gewoon helemaal niet bij stilgestaan. Het is hier ook warm in deze kamer. Ik kan... Het is weer 100 graden buiten. Ik zit me kapot te zweten. Ik kan niet, soms niet nog goed normaal nadenken met deze temperaturen. Ik had hier gewoon niet, echt niet op gerekend. Vergeten dat dit ook eventueel een optie was, dat die Magnemite een Flash Cannon kent. Dat zijn dingen die je niet vergeet. Je wordt hier wel echt een betere Pokémon trainer van, jongens. Dit zijn dingen die vergeet je nooit meer. En ik dacht echt dat Golem een zekerheidje was in mijn team. Dat die het wel tot het einde ging redden. Volgens mij heb ik het zelfs in deze aflevering nog gezegd. En dan gebeurt opeens dit. Dan gebeurt het gewoon opeens dat die in één keer, bam, weggerukt wordt. Dag, later. Je hebt tijd geïnvesteerd in deze Pokémon, maar screw you, Rick. Het maakt niet uit. Oh, die hadden we ook echt nodig voor de gym van Koga, man. De gym van Koga wordt nu ook een stuk moeilijker, man. Gelukkig hebben we Pixie nog wel. Hopelijk gaat deze Raticate ook niet in één keer gek doen met allerlei gekke moves. Dat hij opeens Bubble Beam kent of zo. Oh, man. Wat een afleveringen de laatste tijd. We zijn twee sterke Pokémon achter elkaar kwijtgeraakt. Laten we eens even kijken wat hier ligt. Heb ik helemaal niks aan. Deze personeelsleden die vechten in ieder geval niet voor Team Rocket. Daar ben ik wel blij mee. Jij wel, want jij bent Team Rocket. Laten we starten met een Buzzy Buzz op deze level 33 Raticate. Kablam. Hij is paralyzed. Maar hij kan wel zijn crunch move doen. Ja, deze Nuzlocke Challenge is de afgelopen twee afleveringen dus wel een behoorlijk stukje moeilijker geworden. Nu we dus onze Sky Pidgeotto en onze Steenkop Golem kwijt zijn. Vooral omdat de vervanger Hitmonlee, die is natuurlijk nu maar level 30. Die is niet zo high level. De rest kan wel weer aardig meekomen. Troll wil ondertussen Dark Pulse leren. Kijk, daar ben ik wel blij mee. Ik ga deze doen in plaats van Sucker Punch. En dan kent hij in ieder geval weer een nieuwe move. Dat is wel een pluspuntje aan deze aflevering. Hunter kan redelijk meekomen volgens mij. Doen we Glitzly Glow op Golbat. Ja, waarom komt dit net niet? Waarom was die Flash Cannon gewoon niet zo sterk dat we nog 5 HP overhielden of zo? Dat we in ieder geval gewoon... Dat die nog levend was, onze Steenkop. Maar nee. Het wordt gewoon niet gegund, jongens. Oh, man. Beach Boy groeit naar level 33. Die begint er weer een klein beetje bij te komen. Dat is wel heel fijn. En hij noemt ons een verrader. Oh, omdat ik mijn Team Rocket outfit aan heb, zeker. Dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt als we door deze portal heen gaan. Dan komen we bij deze scientist terecht in zijn kantoor. En is het tijd om deze aflevering af te sluiten. Jongens, om eerlijk te zijn, dit doet wel een beetje pijn. Ik zag deze echt niet aankomen. Tweede foutje in twee afleveringen en het loopt gewoon allebei fataal af in deze Nuzlocke Challenge. Dat is hoe het werkt. En dat is wat we moeten accepteren. We moeten doorgaan met de Pokémon die we dan wel hebben. Gelukkig is Eevee gewoon supergoed. We hebben pas 4 badges. Ik hoop dat het allemaal nog gaat lukken. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Nuzlocke en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende aflevering. Mazzel.